Digitaal tv kijken betekent genieten van optimale beeld- en geluidskwaliteit, een groot aantal zenders in HD-kwaliteit en extra zenderpakketten. Er zijn 3 manieren om digitaal tv te kijken bij Delta. We lopen ze kort door, zodat je weet welke mogelijkheden er zijn. Per methode hebben we ook een installatievideo om je na je keuze verder te helpen. Wil je eenvoudig en zonder extra kosten digitaal tv kijken? Dan is digitale tv zonder smartcard voor jou de beste optie. De meeste moderne televisies die in de afgelopen jaren zijn verkocht, zijn geschikt voor digitaal kijken zonder smartcard. Als je digitaal kijkt zonder smartcard, ontvang je 30 zenders waarvan NPO 1, 2 en 3 in HD-kwaliteit zijn. Bekijk de video Televisie kijken zonder smartcard om uit te vinden hoe dat werkt. Wil je 60 digitale zenders, waarvan de helft in HD-kwaliteit? En heb je interesse in extra zenderpakketten? Dan kies je voor digitaal kijken met smartcard. Deze smartcard werkt alleen in combinatie met een CI+-module of een digitale ontvanger. Een CI+-module is de meest eenvoudige oplossing. Je krijgt dan geen extra kastje of afstandsbediening. Moderne tv's hebben een opening aan de achterzijde waar deze module direct in kan. Volg de video Installeer een CI+-module om te zien hoe het precies werkt. Als je een oudere tv hebt die niet geschikt is voor een CI+-module, dan is digitaal kijken met smartcard en een digitale ontvanger voor jou de oplossing. Deze ontvanger koppel je met een HDMI of SCART-kabel aan je tv. Ook dan ontvang je 60 digitale zenders. Bekijk de video Installatie digitale HD-ontvanger om te zien hoe dit in zijn werk gaat. Hier zie je nogmaals het overzicht van de 3 manieren om digitaal televisie te kijken. Naast deze 3 manieren kun je ook digitaal tv kijken via je smartphone of tablet met de Delta TV-app. Of op je laptop via delta.nl/tv-kijken. Daarvoor heb je wel een internetabonnement van Delta nodig. Ga naar delta.nl/allemaaldigitaal voor het overzicht en de installatievideo's.